Welkom bij Hoven Amsterdam van de Vrije Universiteit. We hebben een serie gesprekken met docenten die regelmatig cursussen geven voor HOVO. En vandaag ga ik in gesprek met Peter Demant. Hij is historicus. Hij studeerde in Amsterdam, maar zijn carrière speelde zich grotendeels elders af. Welkom, Peter. Je bent onderzoeker. Je hebt in Jeruzalem gewoond. Je bent onderzoeker geweest aan de Hebreeuwse Universiteit daar. Je hebt jarenlang in São Paulo gewoond, waar je hoogleraar was op het gebied van internationale betrekkingen. En je hebt interesse in het Midden-Oosten, de islam, Israëlisch-Palestijnse conflict. Heel scala aan moderne issues, maar je hebt ook een grote interesse in internationale betrekkingen in het verleden. We gaan een gesprek voeren dat alle kanten opgaat, denk ik, want internationale betrekkingen is bijna zo oud als de mensheid. Dus we gaan kijken welke gebieden we gaan verkennen, maar we gaan zeker eindigen met Star Trek. Wie ben je en waar houd je mee bezig? Ja, goedemorgen. Ik ben Peter Demant. Ik vind het heel leuk om bij jullie op gesprek te komen. Van huis uit ben ik historicus. Ik zou moeten beginnen te zeggen, ik heb mijn leven in allerlei verschillende plekken gewoond. Ik heb mijn jeugd in België doorgebracht, hoewel in Amsterdam geboren. Ben komen studeren in Amsterdam. Heb hier 20 jaar gewoond in mijn geboortestad. Ben daarna een kleine 10 jaar in Jeruzalem geweest. En vervolgens nog eens een kleine 20 jaar in Brazilië. En daar ben ik onlangs teruggekomen. En nu zitten we weer in Nederland. Ja, waar hou ik me mee bezig? Van huis uit Joodse kwesties en al gauw ook Joods-Arabische kwesties. Vandaar de belangstelling voor het Israëlisch-Palestijnse vraagstuk. Heb ik me geleidelijk aan vanuit die focus op Israël en Palestina, die ook wel mijn studie in Nederland mee bepaald heeft. En ook mee bepaald heeft dat ik uiteindelijk een tijd in Jeruzalem heb gewoond. Vandaar heb ik het uitgebreid naar de Midden-Oosten in het algemeen. En ook naar de islam en zijn problemen met de moderniteit. Ik ben toen uiteindelijk terechtgekomen aan de Universiteit van São Paulo, bij geschiedenis en vervolgens bij het Instituut voor Internationale Betrekkingen daar, wat net werd opgezet. En heb toen ook colleges gegeven over internationale betrekkingen en met name de geschiedenis van de internationale betrekkingen. Dus ik heb me geleidelijk aan uitgebreid naar die gebieden. Ja. Hoe is het om in een ander land zo'n gebied te bestuderen? Want je hebt in Europa ben je opgegroeid, ja. Nederland, België. En dan opeens ben je in een ander werelddeel waar ze ongetwijfeld vanuit een ander vertrekpunt naar allerlei zaken kijken. Ja, nou, ik zou zeggen, in de eerste plaats, voor mij was toen ik in Nederland aankwam, was dat ook al buitenland natuurlijk, want ik had mijn jeugd in Antwerpen doorgebracht. En wat je toen in Nederland zag, was een maatschappij heel erg in beweging. We spreken over eind van de jaren 60 en de jaren 70. Waarin het heel goed mogelijk was en ook eigenlijk aangemoedigd werd om je eigen identiteit en je eigen belangstellingsvelden gestalte te geven. Veel meer dan ik eigenlijk gewend was. En dat was heel erg vormend voor me. Kwam ik in Jeruzalem terecht. Israël en Palestina, die komen daar samen op een hele gecompliceerde, geconflicteerde manier, mag ik wel zeggen. Ik heb daar ontzettend veel geleerd. Misschien wel in de eerste plaats dat het hele lekke maatschappijen zijn. Je denkt van buitenaf, alles is geregeld. Er zijn hele vaste opvattingen, vaste instellingen, regels voor, maar het zijn chaotische maatschappijen die elkaar ook nog sterk beïnvloeden, veel meer dan ze allebei willen weten. Natuurlijk ook vol met heel veel hele eigenwijze mensen, die voor wie ik natuurlijk toch maar eventjes kwam kijken. Maar wat ik er uiteindelijk van heb opgestoken, en dat is wel iets heel positiefs, dat is dat je toch iets kunt bijdragen en toch kunt helpen een beetje te beïnvloeden in de richting van vrede en samenleven. Want ik heb niet alleen maar gestudeerd en onderzoek gedaan en wat onderwijs gegeven, maar ben met name ook jarenlang heel actief bezig geweest in de dialoog tussen Israëli's en Palestijnen.
En via de universiteit en ook via NGO's die daar in die tijd, dat was in de jaren 90, zo'n beetje het hoogtepunt van het vredesproces, wat daarna helaas nogal is ingestort. Ja, daar was dus een gelegenheid om met influencers te spreken. Met mensen die het beleid en heel veel instellingen zelf vormgaven. En daar heb ik me bezig gehouden met kwesties als collectieve identiteit. Wat is dat? Zijn Israëli zijn of Palestijn zijn? Kwesties als de nederzettingen. Ook hoe kun je Jeruzalem aanpakken? Dus ook vaak hele concrete kwesties. Ja. Hielp het dat je zelf een buitenstaander was? Nou, ik was een buitenstaander, ik was geen buitenstaander. Ja, allebei. Ja, allebei. Dus het is een dubbele positie. Ja. En ik denk dat dat zeker heeft het mij geholpen. Ik weet niet of het de mensen daar erg heeft geholpen. Maar ik heb dat als heel vormend ervaren. Het zijn allebei moeilijke maatschappijen. Ik stond veel meer in de Israëlische dan de Palestijnse. Maar had contacten aan beide zijden. Ook vrienden en goede kennissen aan beide zijden. Dat kon in die tijd nog een stuk beter dan nu. En dus dat was heel vormend. Kom je dan terecht in van Israël en Palestina in Brazilië, dan lijkt het oppervlakkig alsof je terecht bent gekomen in een maatschappij daar in Brazilië die veel meer lijkt op de Europese dan die Midden-Oosterse maatschappijen met een veel chaotischer en heel andere sociale omgangsvormen. Maar natuurlijk is het Midden-Oosten is in Brazilië een ver van mijn bed show. En daar kreeg je dus het effect, wat mij wel in de kaart heeft gespeeld, dat in het land der blinde eenoog koning is. Ja. Ik ben daar gevraagd, eerst aan de universiteiten ook, om een cursus te geven bij geschiedenis van Azië. Ja, zoiets had ik nog nooit gehoord, want Azië is ongeveer 2/3 van de mensheid. Mm-hmm. Maar daaruit is dan toch voortgekomen dat er heel veel studenten, want het zijn hele gemotiveerde studenten in Brazilië, bleken daar heel in geïnteresseerd te zijn. En ik ben erin geslaagd om in de loop der jaren ook een groepje, dat nog steeds bestaat, van studenten Midden-Oosten kwesties en islam op te zetten. En dat is best serieus geworden. We hebben ook een tijdschrift online wat nog steeds uitkomt en wat ook erkend is door de universiteit als een wetenschappelijk tijdschrift. En dat was dus eigenlijk ook wel heel erg leuk. Maar de Braziliaanse maatschappij is wel een hele complexe en helaas ook nogal achteruit hollende maatschappij vol met vreselijke problemen. Ja, daar hoor je af en toe ook wel wat van in het nieuws natuurlijk. Ja, dat komt zeker in het nieuws in Nederland, ja, ook, ja. Dat weten we wel. Tenminste enigszins. Je hebt dan in feite 3 continenten heb je dan al gezeten. Ja. Ik kan mij voorstellen dat je zo ook je terrein gaat uitbreiden naar het verleden. Ja. Want je bent met die moderne kwesties bezig, hedendaagse kwesties, maar internationale betrekkingen wil ik het dan over gaan hebben. Ja. Dat begint in jouw vakgebied heel vaak met de Vrede van Westfalen, Vrede van Münster, ja. 1648, einde van de 80-jarige oorlog. Maar, als ik het goed begrepen heb, begint internationale betrekkingen al veel eerder. Ja. Namelijk op het moment dat mensen in groepen zich ergens gingen settelen en buren kregen. Dus het was er eigenlijk altijd al? Het was er altijd al, want met buren moet je omgaan, dan moet je afspreken, worden ze vriend of worden ze vijand, gaan we oorlog voeren of handel. Ja. Hoe is dat gebied zich gaan ontwikkelen? Het is heel rudimentair, kleine samenlevingsvormen en uiteindelijk wordt dat tot complexe samenlevingen zoals we nu hebben. Ja, het is niet voor niets dat 1648 de Vrede van Münster of de Vrede van Westfalen als een kantelpunt wordt gezien, want het is toch wel de eerste keer dat na een lange en buitengewoon vrede internationale oorlog, de 30-jarige oorlog, het hoogte- of dieptepunt van de godsdienstoorlog in Europa, dat dan een internationale vredesconferentie komt waar nieuwe dingen worden afgesproken. Zoals staten mogen bestaan. Tot dan toe, laten we eventjes teruggaan naar die godsdienstoorlogen, had je dus aan de ene kant een keizer, Karel V van Habsburg, die zich als de verdediger van het ware geloof, het katholieke geloof, beschouwde. En die feitelijk nog dacht in middeleeuwse termen, er kan maar één keizerrijk bestaan. En dat is samen met de paus en dan eigenlijk onder de paus
is dat waar de hele wereld naar moet luisteren. En dan krijg je om allerlei redenen andere staten, politieke eenheden die zich daar gaan ontwikkelen in Europa en die het daar niet mee eens zijn of die hun eigen machtscentrum gaan vormen. Zijn dat de de Venetiaanse stadstaat? Dat begon in Italië. Begon in Italië, maar je kreeg al heel gauw ook Frankrijk, Aragon en Castilië en Portugal en Engeland, Zweden een beetje, wat later verder weg Rusland enzovoort. En die waren het dus niet eens met dat idee van een universeel rijk. Ik zit vereenvoudigen, maar daar komt het toch op neer. En de Habsburgers werden verslagen en moest een nieuw systeem worden uitgevonden. En daar kwam dus dat systeem uit voort van staten met elk hun eigen territorium. Dat was ook niet zo evident honderden jaren eerder. Elk hun eigen bevolking. Hun eigen zeggenschap over het geloof van die bevolking enzovoort. En die elkaars onafhankelijkheid erkenden. En waar het dan uiteindelijk als een soort regel werd dat niet één de baas zou zijn over alle anderen. Nou, dat was een mooie theorie die natuurlijk niet zo gemakkelijk in de praktijk werd gebracht. Want ze waren toch allemaal staten die op een kluitje vrij dicht bij elkaar zaten. En die elkaar dus toch haast automatisch gingen bedreigen. Waar je dus al gauw het idee kreeg in de hoofden van de leiders van die staten van we kunnen om zelf veilig te zijn, als ze dan nog even hun ambities buiten beschouwing laten, om zelf veilig te zijn moeten we toch eigenlijk de baas zijn over alle anderen. Dus kreeg je toch weer hegemonie streven. En in het vervolg dan een hele cyclus en proberen van de een of de andere staat om hegemonisch te worden. En andere staten die dan elk op zich zwakker waren, maar die hun krachten bundelde om dat tegen te gaan. En daardoor is in Europa ook, ondanks verschillende pogingen van Lodewijk de XIV en van Napoleon, en van, later van Hitler enzovoort, is het nooit echt gelukt dat één staat alle anderen zou overwinnen. Ja. Dus we blijven divers. We blijven divers. Maar ik wijd een beetje uit, want dat is dan de moderne. Je vroeg me ook, waarom begint het niet eerder? Of begint het eerder? En natuurlijk is het zo dat je ook al in de tijd van de Sumeriërs en van de Egyptenaren en aan de andere kant van de wereld de Chinezen of de voor-Indische beschavingen enzovoort, had je ook al internationale betrekkingen. Wanneer groepen zich politiek ontwikkelen, en dat doen menselijke groepen uiteindelijk op een gegeven moment, dan moeten ze ook leren met elkaar overweg te kunnen. Dus het is een beetje, en daarom begin ik in mijn verhaal altijd veel eerder. Ik begin in de oudheid. En ik, dus ten eerste ben ik tegen die perspectiefverkorting van we moeten starten in de 16e of ten vroegste in de 15e eeuw. Nee, wij starten in de oudheid, want ik denk dat we van de oudheid ook nog het nodige kunnen leren. In de tweede plaats ben ik er tegen die hele eurocentrische benadering. Dat het gaat toch eigenlijk om Europa. En daar zitten vaak direct of indirect toch ook wel gedachten over superioriteit bij. Nu, er is een heleboel gebeurd in China en in het Midden-Oosten en in andere delen van de wereld. Waar ook al internationale betrekkingen waren. Soms wel veel geavanceerder dan in Europa zelf. Want ik gebruik altijd het voorbeeld van 1000 jaar geleden komt er een bezoek uit Mars van de Martianen. Die komen eens kijken hoe het op de aarde eruit ziet. Toerisme, het interstellair toerisme. En dan zien ze twee belangrijke beschavingen. Dat zijn China en de islam. En Europa is een soort achtergebleven perifeer gebiedje. En als ze dan weddenschap zouden afsluiten van over 1000 jaar komen we terug. Wie zal er dan in de wereld de baas zijn? Dan hadden ze vast niet gedacht aan de westerse beschaving. Want om eventjes in perspectief te stellen, toen Europa nog in die fase verkeerde, rommelig, armoedig, oorlogen. Toen had China het buskruid uitgevonden, het magnetisch kompas en de drukpers. Ja, het is dus natuurlijk ook niet zo. Die waren behoorlijk technologisch. Ze waren technologisch heel geavanceerd. Ja. Het was natuurlijk ook niet zo dat Europa altijd achterlijk is geweest, want je had het. Je had het Romeinse Rijk, wat een zeer sterk georganiseerde samenleving was, met allerlei goede en ook allerlei hele slechte kanten. En ook in de middeleeuwen zelf zijn er genoeg uitvindingen in Europa zelf gedaan, die de basis legden samen met de import van
allerlei technologie uit andere delen van de wereld. Zoals je zei, bijvoorbeeld kanonnen komen via de Turken, maar ze komen uiteindelijk uit Oost-Azië. Gaan dan heel belangrijk zijn voor de Europese koningen, want die kunnen opeens met kanonnen de burchten van hun eigen vazallen gaan bestoken en zich dus tot veel sterkere monarchen gaan ontwikkelen. Dat zijn ontwikkelingen die je dus mee moet nemen in je uitleg van, in je analyse van de geschiedenis van de internationale betrekkingen. En daar is ook nog iets anders. Als we het hebben over waarom starten we met de Vrede van Münster, dat is door een soort, niet alleen door dat eurocentrisch zijn, niet alleen door de temporale tijd, de temporale perspectiefverkorting. Het is ook omdat we heel erg gefixeerd zijn op militaire en diplomatieke geschiedenis. En internationale betrekkingen heeft nog veel meer. Waar heeft het nog meer mee te maken? Nou, bijvoorbeeld met godsdienst. Godsdienst? Ja, met handel. Neem zoiets als de zijderoute. Mm-hmm. Het boeddhisme bijvoorbeeld komt uit India en is via de zijderoute doorgedrongen in de Mongoolse wereld, in de Chinese wereld, uiteindelijk ook naar Japan. Via handelsexpedities heeft zich Indiase cultuur naar Zuidoost-Azië uitgebreid. En later handelaars en islamitische diaspora die zich hebben gevestigd in Zuidoost-Azië. Is bijvoorbeeld Indonesië nu de belangrijkste, of in ieder geval de volkrijkste islamitische staat geworden. Ja. Dus er zijn veel meer factoren dan alleen maar oorlog en vrede die internationale betrekkingen mee bepalen. Ja, wat ik een heel interessant fenomeen vind, is dat ik dacht altijd internationale betrekkingen gaat over een hoop gedoe tussen staten, ja. En dat dan de hele geschiedenis door. Menselijke beslissingen, ja. Heersers die tegen elkaar opstaan of juist met elkaar gaan samenwerken. Maar het heeft ook te maken met puur toevallige factoren of met geografische factoren. Ja. Je hebt nu een aantal voorbeelden, de zijderoutes en de ontwikkelingen van India naar Indonesië bijvoorbeeld. Dat zijn bepaalde verdelingen over de continenten die Europa en Azië heel anders maken dan de ontwikkelingen in de Amerika's. Kun je daar iets over vertellen? Ietsjes wel, maar dan moet ik stelen van het boek van Jared Diamond. Dat ik geloof in het Nederlands vertaald is als zware de paarden en ziektekiemen. Of ja, of een soortgelijke, of een andere volgorde. Een fantastisch boek. Een van de theorieën die verklaringen die geeft voor de voorsprong van Eurazië op de Amerikaanse beschavingen. En dan stelt zich dan de vraag, waarom zijn de Spanjaarden in 1500 en een beetje naar de Inca's gegaan en hebben daar het Inca-rijk en een paar jaar eerder al het Azteekse rijk in Mexico basically uitgeroeid. Waarom is Atahualpa, de Inca-koning, niet naar Spanje gekomen en heeft het omgekeerde gedaan? Nou, bijvoorbeeld, hij had niet de boten, hij had geen paarden en verschillende andere precondities. En Jared Diamond zegt dan, een van de factoren die het voor die aan de grondslag liggen van die voorsprong van Aziatische en Europese maatschappijen, is het feit dat, en dat is dus puur toeval, een geografisch gegeven, dat de belangrijkste as van het Eurasiatische continent, wat eigenlijk aaneengesloten één continent vormt, is van oost naar west of west-oost. Terwijl in Afrika en in Amerika, Noord- en Zuid-Amerika, is de voornaamste as noord-zuid. Nou, wat heeft dat te betekenen? Dat betekent bijvoorbeeld dat planten die je kunt telen en daarna opeten, kunnen zich veel gemakkelijker over dezelfde lengtegraad verplaatsen, omdat daar dezelfde, min of meer dezelfde klimatologische omstandigheden makkelijker kunnen plaatsvinden, dan over alle mogelijke verschillende geografische en klimatologische zones als je van noord naar zuid gaat. Ja, dus je moet in iedere klimaatzone noord-zuid moet je weer opnieuw uitvinden. Opnieuw uitvinden hoe het daar werkt, hoe je daar kunt leven, welke gewassen je kunt verbouwen, Precies. Welke dieren ervoor komen. Ja, en natuurlijk is de landbouw ligt aan de basis van sedentaire beschavingen en daar zijn weer rijken uit voortgekomen. En als die nog een beetje bij elkaar in de buurt liggen, vaak ook concurrentie tussen rijken en staten die elkaar dan gaan aanjagen om simpelweg om te overleven.
Hoe kunnen we de zaken beter doen dan we ze tot nu toe gedaan hebben? Ja. Ja? Dus dat is een rol van puur toeval. Niemand kan er wat aan doen. Maar Eurasië had een voorsprong. Ja, want dan krijg je ook dat... Goed, er ontstaan dus staten, er ontstaan steden... worden technologische uitvindingen gedaan. Dat betekent dat op een gegeven moment... Het had China kunnen zijn, het hadden de Arabieren kunnen zijn... maar het waren uiteindelijk de Spanjaarden, de Portugezen uit Europa... die de ontdekkingsreizen hebben gedaan en Amerika hebben ontdekt. Dus ja, het is een heel eurocentrisch begrip. Want natuurlijk vanuit het standpunt van de Amerikaanse Indianen... was er niets te ontdekken. Ze waren er al duizenden, wellicht tienduizenden jaren. Dat betekent ook dat wanneer die Europeanen daar aankomen met hun... met hun ideeën, maar ook met hun microben... die de Indianen gaan uitmoorden, zelfs niet bedoeld. Men was uiteraard nog niet bewust van het bestaan van micro-organismen... en ziektekiemen enzovoort. Hun staten, hun manier van de maatschappij organiseren... dat snijdt de ontwikkelingsmogelijkheden af voor die Amerikaanse maatschappijen. Vandaar dat... Na een paar eeuwen later zijn de Amerika's in grote trekken... niet kopieën, maar verlengstukken geworden van die westerse maatschappij. En dat had ook anders kunnen lopen natuurlijk. Maar het is heel onwaarschijnlijk dat het de omgekeerde richting was gegaan. Het zou niet onmogelijk zijn geweest dat misschien de Chinese Amerika hadden ontdekt. Ze hebben zelfs in een aantal... Een paar tientallen jaren voordat de Iberische staten met hun ontdekkingsreizen begonnen, waarbij ze trouwens goed gefinancierd werden door de Genuezen, enkele tientallen jaren eerder waren de Chinezen zelf bezig met ontdekkingsreizen. Ja, die hebben grote reizen gemaakt. Hele grote. En kwamen tot de conclusie dat er niks te halen viel. En... Nee, dat is niet helemaal. Dat is niet... De reizen waren niet in de eerste plaats bedoeld als ontdekkingsreizen... maar meer als expedities om duidelijk te maken... De keizer verwacht een zeker tribuut. Ze zijn gekomen tot in de Arabische wereld, ook tot Oost-Afrika. Er zijn mensen die zeggen tot in Australië. Dus technisch gesproken hadden ze ook tot Amerika kunnen komen. Ja. Dus ze zijn ermee opgehouden... En achteraf kun je zeggen, nou, dat was dan toch wel een hele stomme zet van de Chinese regering in 1430 of 1435 al in die periode. Want dat liet dan de weg open voor de Europeanen. Maar het was een vrij rationele beslissing. Waar gaan we ons geld, onze bestaansbronnen, waaraan gaan we dat meer besteden? En op dat moment zag het ernaar uit dat het belangrijker was... om dat aan de binnenlandse veiligheid en de afscherming tegen de Mongolen in het noorden te besteden... dan verder te gaan met die expedities. Dus ze hebben toen de Chinese muur gebouwd? Nou, de Chinese muur bestond al, maar die is nog een stukje uitgebouwd. Die is nog een stukje uitgebouwd en daar is in de loop der tijden heel veel aan gebouwd. Maar de oorsprong van die Chinese muur gaat terug tot... ietsjes voor 200 voor de gewone jaartelling. Ja. Ja. Wat interessant is dat China uiteindelijk een groot rijk is geworden met één heerser. Ja. Terwijl Europa in de 16e eeuw, 15e eeuw bestond, zoals je al eerder zei, uit al die losse staartjes. Ja. Dat betekende voor Europa bijvoorbeeld ook dat iemand als Columbus, toen hij bij het ene hof geen geld kreeg, naar het andere kon gaan en daar wel geld kreeg. En die mogelijkheid bestond er in China natuurlijk niet. Dat kon in China natuurlijk niet. Dus het is niet zo dat China altijd verenigd is geweest. De eerste grote vereniging heeft plaatsgevonden in de derde eeuw voor de gewone jaartelling. In de meerderheid van zijn geschiedenis, de meeste eeuwen, was het wel verenigd. En dat betekent dus inderdaad dat het een hele sterke, in het algemeen zeer georganiseerde staat was. Maar die competitie voor uitvinders, ontdekkers, die mogelijkheden om het elders makkelijker te proberen of zo, die in Europa wel aanwezig was, die was in China natuurlijk veel beperkter. Ja. Want dan komen we een beetje op het terrein van wat is Europa dan? Is dat anders dan andere continenten? In welke opzichten? Ik vraag niet wat beter is, maar wel waarin verschilt het? Kun je daar iets over zeggen? Ja,
Behalve de geografische, Europa heeft dus een aantal geografische precondities. Iets waar we misschien ook aan moeten denken is het feit dat de interactie tussen land en water in Europa veel intenser is dan in de meeste andere delen van de wereld. Bijvoorbeeld dan in China. De Middellandse Zee is de grootste binnenzee ter wereld. En met al die eilanden en schiereilanden enzovoort. En vaak gebergte en allerlei min of meer afgescheiden gebieden. Had je de mogelijkheid, bijna een aanleg om tot te komen tot aparte staten. Europa heeft natuurlijk ook het christendom en het monotheïsme, wat een heel belangrijk vormende factor is geweest. Europa heeft in zijn geschiedenis ook allerlei waarden ontwikkeld. En dan wil ik niet een te eurocentrisch verhaal ophangen. Maar het soort maatschappijen wat er ontstond, was misschien niet zo gepland, maar kwam uit een vruchtbare evenwicht tussen een hele sterke maatschappij of een te gedesorganiseerde maatschappij. Dus je had een koning en later kreeg je republieken. En die koning probeerde zo machtig mogelijk te worden. Dus je spreekt over absolutisme. Nou, zelfs de machtigste koning, denken we aan zo iemand, het prototype als Lodewijk XIV van Frankrijk, kon in zijn eigenlijke macht toch niet in de schaduw staan van de sultan in Constantinopel. Waarom niet? Waarom niet? Omdat er allerlei georganiseerde groepen in de maatschappij waren die gedeeltelijk wel onder zijn macht kreeg, maar gedeeltelijk ook niet. En waar er dus de hele tijd rekening mee moest worden gehouden. Ja, zelfs zoiets als de kerk. Wat waren dat? De kerk bijvoorbeeld? Groepen van de steden. China had ook steden, hele grote steden. Japan had hele grote steden. Maar handelaars waren beter georganiseerd in Europa en konden daardoor meer een vuist maken. De een had de ander ook nodig. De koning had het geld nodig wat in de steden werd verdiend. Universiteiten. Die hadden niet de autonomie van tegenwoordig, maar vaak was er ook veel te veel controle op het denken. Dat idee van vrijheid van denken is natuurlijk iets wat ook maar in de loop der tijden is ontstaan en verdedigd. Maar er was heel veel. Er waren heel veel verschillende groepen, heel veel verschillende plaatsen. En er was dus ook een enorme interactie. En ik denk dat die interactie een van de dingen is geweest die Europa sterk heeft gemaakt. Nou zijn er ook wel negatievere dingen over te vertellen. Want Europa is ook wel met zijn ideeën, is het, ik wil niet zeggen de uitvinder van racisme, maar ideeën over superioriteit, die bestaan wel in allerlei samenlevingen. Europa heeft wel uitvoerig de kans gekregen om zijn superioriteit bot te vieren op allerlei andere groepen. En daar hebben we een mondialere schaal. Ja, dat is natuurlijk een gevolg van die kolonisering. Die kolonisering heeft niet alleen negatieve effecten gehad, maar is by and large in grote trekken toch betrekkelijk rampzalig geweest voor de groepen die eraan onderworpen zijn geworden. Uiteindelijk heeft het geleid tot een transplantatie, dat kon misschien ook wel niet anders, van ideeën die in Europa ontwikkeld werden, zoals bijvoorbeeld godsdienstige verdraagzaamheid, zoals vrijheid van democratie. Zelfs ideeën als burgerrechten enzovoort. Europa kon die koloniën niet beheersen zonder ook de medewerking van lokale bevolkingen. Dus kreeg je bijvoorbeeld in India, wat in de Britse kolonie India, moest men de mensen daar gaan opleiden. In India's, in het algemeen mensen van de India's elites van de verschillende rijken van voor India die onder Brits bewind waren gekomen, die moesten worden
ja, opgeleid om te helpen bij het besturen van dat enorme gebied waar honderden miljoenen mensen wonen en uiteindelijk maar een paar duizend Engelsen. In de opleiding van die mensen kwam natuurlijk ook een stukje geschiedenis en een stukje Europese ideeën. Niet om speciaal die mensen daar politiek wijzer te maken, maar toen men leerde over de Magna Carta in Engeland en de glorieuze revolutie van het parlement in Engeland. Ja, dat was natuurlijk voor de bevolking, de jongelui die op de scholen zaten in India, was dat ook te ver van mijn bedshow. Maar uiteindelijk is het logische dan van, nou, als dat in Engeland kan, waarom zouden wij dat dan ook niet doen in ons eigen land? Als men daar een bepaalde vrijheid heeft verworven om zijn eigen lot in handen te nemen, dat je niet automatisch hoeft te gehoorzamen enzovoort, waarom moeten wij dan wel gehoorzamen? Dus in zekere zin heeft die kolonisering al de kiemen van de decolonisering met zich meegebracht. Ja. En dan wordt er natuurlijk ook weer teruggevallen op van, nou, misschien hebben wij in onze eigen geschiedenis en in onze eigen beschaving en achtergrond ook wel aanknopingspunten. En dan wordt dat naar boven gehaald en krijg je reacties op die westerse overheersing. Ja, en is dat iets dat alleen in India of in gebeurde, of ook in China, in de Amerika's? Ja, dat is niet overal. Ja, nee. Het is niet. Ten eerste is, ik wil niet zeggen de hele wereld, maar praktisch de hele wereld is gekoloniseerd geweest. Zelfs een megaland als China was dan officieel nog onafhankelijk. Maar in de 19e eeuw met de invloedssferen die verschillende Europese rijken zoals Engeland en Rusland en zelfs Duitsland en uiteindelijk de Japanse buren ook met groot enthousiasme hebben uitgesneden uit het Chinese Rijk, was het toch semi-gekoloniseerd. En was er dus ook van een grote invloed. En je hebt het gehad in Afrikaanse landen, je hebt het gehad in Zuidoost-Azië, je hebt het uiteraard uitvoerig ook gehad in de islamitische wereld. En daar is in mijn ogen de reactie het sterkste geweest, omdat dat ook een door monotheïsme gedragen beschaving is, die in zekere zin net als het christendom met het gekenmerkt wordt en gevormd is ook door het idee van, nou, wij hebben de ware godsdienst. Wij hebben de juiste openbaring ontvangen. In feite vanuit islamitisch perspectief dezelfde openbaring die in een eerdere vorm ook aan Joden en christenen zelf is gegeven. En daarom, als wij die volgen, dan zullen wij het voorbeeld zijn voor de rest van de mensheid. En kunnen we er dus van uitgaan dat we in een goede positie terechtkomen. Nou wordt die islamitische wereld, krijgt de ene nederlaag na de andere vernedering te verduren. En dat is dus, dat conflicteert veel meer met het zelfbesef en de heersende ideologie in de islamitische wereld dan het equivalent in bijvoorbeeld Afrika of ik spreek een hele grote. Ja, even voor de duidelijkheid, heb je nu over deze tijd of over een hele ontwikkeling in de islamitische wereld? Nou, in de islamitische wereld kun je spreken van een lange periode van de afgelopen eeuwen. Mm-hmm. Moet niet vergeten dat tot in de 17e eeuw was de islamitische wereld bijna ongeveer even sterk als als Europa. Tezelfde tijd dat Europeanen de Amerika's hebben gekoloniseerd, kwamen ze in de islamitische wereld nog niet veel verder dan hier en daar wat handelsposten. Die staten ook in Azië, die waren nog veel te sterk voor de Europeanen. Dat gaat veranderen en dan is er een hele discussie onder de specialisten waar dat dan ligt en wanneer het begon. En ook is de situatie natuurlijk, ik spreek over Afrika en over de islamitische wereld alsof het eenheden zijn, maar dat zijn natuurlijk gigantische en intern ook behoorlijk gedifferentieerde werelden. Maar wel als klassieke voorbeeld is dan de intocht van of de verovering van Egypte door Napoleon helemaal op het eind van de 18e eeuw. En dan gaat het opeens toch wel vrij vlug in die Ottomaanse wereld en in Perzië en
India met het islamitische rijk van de Grootmogels is al door de Britten veroverd op dat moment. Ja, dat is dan een soort hele grote vernedering. En dan krijg je natuurlijk in die islamitische wereld in de loop van de 19e en vooral in de afgelopen 20e eeuw heel veel gedachten, discussies. Waar ligt dat? Wat is er misgegaan? Hoe komt het? Het lijkt wel of God niet meer aan onze kant staat. Wat hebben we verkeerd gedaan en wat moeten we dan doen? En daaruit zijn dan een groot aantal reacties voortgekomen die in die ondertussen weer onafhankelijk geworden islamitische wereld de politiek mee bepalen en die ook mee bepalen hoe die islamitische wereld naar het Westen aankijkt, daarop reageert en ook weer hoe het Westen daarop terugreageert. Ja, en hoe moeten we daar dan vervolgens de komende tijd mee verder gaan? Want er zijn natuurlijk nog steeds allerlei groepen, landen tegenover elkaar, de islamitische wereld. Ja, dus ik wil. Het is absoluut geen Europese wereld. Ja. Ik denk dat. Het is een hele grote en moeilijke vraag die je daar stelt. Natuurlijk. Ja, dat weet ik. Ja. Maar het is ook een heel groot en moeilijk terrein. Ik heb er bij jullie, dat was de eerste cursus die ik heb gegeven, bij ging Hovo. Over terrorisme, islam en moderniteit. En de link wordt tegenwoordig heel makkelijk gelegd tussen terrorisme en islam. En dat moet ik dus onmiddellijk recht trekken. Dat om te beginnen de grote meerderheid van de moslims in de wereld, en je spreekt dus over ergens tussen een vijfde en een kwart van de mensheid, heeft niets met terrorisme te maken en wil vermoedelijk het liefste in harmonie samenleven met de rest van de wereld en ook met het Westen, waarbij ieder het beste van elkaar zou kunnen gebruiken en overnemen. En het is een kleine groep die geweld gebruikt en de meeste slachtoffers van terroristisch geweld zijn andere moslims en niet westerlingen. En het is ook niet zo dat het Westen vrij uitgaat, helemaal niet. Want we hebben natuurlijk een achtergrond waarin ook zeer veel geweld is gebruikt tegen de islamitische wereld. En bovendien waar ook in het algemeen nog met veel negativiteit gekeken wordt naar die islamitische wereld, om het maar zo uit te drukken. Het grote probleem naar mijn mening, als je kijkt naar het samenleven tussen die twee, langs de ene kant onze westerse wereld, die zoals we heel goed weten ook bepaald geen eenheid is. Mm-hmm. Ik wijs maar eventjes naar de recente ruzies rond de Brexit en de Amerikaanse president en hoe die onthaald wordt, zijn uitingen onthaald worden in de rest van de westerse wereld en de rest van andere landen die niet tot de westerse wereld behoren. Waarbij we natuurlijk ook moeten aantekenen dat een heel groot gedeelte van de niet-westerse wereld ondertussen veel westerse ideeën en praktijken heeft aangenomen en geïncorporeerd. Bijvoorbeeld India is nu de grootste democratie ter wereld en het functioneert ook nog min of meer. Vermoedelijk niet slechter dan de veel westerse democratieën functioneren. Nou, hoe moet die islamitische wereld en hoe moet de westerse wereld met elkaar omgaan? Dat is ook weer zo'n. Het is niet alleen maar westers en islamitisch. Het is niet alleen, Chinees, maar als je die twee bij elkaar neemt, heb je toch wel zoiets van twee derde van de wereld te pakken, denk ik. Ja. Dus als ik het heb over. Maar goed, de rest doet ook mee. Dus en dat willen we ook graag. Dat willen we graag zo houden. Leven we nu in een tijd van chaos of is het best redelijk georganiseerd? Of allebei? Ik zal eerst proberen om eventjes te spreken over. Ik zal eerst even op die laatste vraag antwoord geven. We leven in een tijd van chaos. Ja, dat is een beetje een filosofische kant die we uitgaan, waar ik misschien niet te veel over moet fantaseren. Maar ik denk dat we toch in een unieke periode leven. Een van de dingen die je leert is, door de geschiedenis te bekijken, dat we kunnen steeds meer. Dus de geschiedenis van de afgelopen 1000 jaar is niet alleen de geschiedenis van hoe Europa is opgekomen boven andere volken en andere staten in de wereld. Hoe daarvoor al Eurazië, zoals we gezien hebben, zich gunstiger heeft ontwikkeld dan Afrika, Australië, de Amerika's enzovoort. Het is ook een geschiedenis waarin we steeds meer kunnen.
als mensen. Door meer te kunnen hebben we meer mogelijkheden om ons eigen leven individueel en collectief gestalte te geven. Maar we worden ook steeds gevaarlijker voor elkaar. Ja, we kunnen en voor meer, onszelf. Dus het kan goed, het kan slecht. Ja. Nou zitten we nu in een heel kritische periode waarin naar mijn mening 3 of 4 hele belangrijke uitdagingen samenkomen. De eerste is die van het milieu. Waarbij de vernietiging van biodiversiteit, klimaatrampen enzovoort vermoedelijk in ieder geval voor een deel aan ons eigen handelen te wijten is. Maar aan wie het te wijten is, we moeten er iets aan doen of we zullen zeer ernstige gevolgen onder ogen moeten zien. Een van de dingen waar misschien onvoldoende aan gedacht wordt is dat de toename van de temperatuur ook betekent dat bepaalde gedeelten van de wereld onbewoonbaar worden. Bijvoorbeeld omdat de delen van het Midden-Oosten gewoon te heet worden voor menselijke bewoning. Waar moeten die mensen naartoe? Dus dat brengt ons meteen tot de kwestie van migratie en hoe we daarmee om moeten gaan. Het tweede grote punt is dat we te maken hebben met een planeet die gewoon te klein en te veel door de globalisering veel te samenhangend is geworden voor 200 soevereine staten die allemaal jaloers zijn op hun onafhankelijkheid en die allemaal graag op zichzelf door willen gaan. Grote en kleine staten, sommige zijn heel klein. Sommige zijn heel klein, maar de zogenaamde grote mogendheden, dat zijn op wereldniveau natuurlijk ook maar minderheden van de totale mensheid. Ja, ik heb daar niet een blauwdruk voor, maar het is duidelijk dat een systeem van allemaal onafhankelijke staten, hoe dat ook nog enigszins getemperd wordt door de Verenigde Naties, die uiteindelijk ook alleen maar door kan gaan bij de welwillendheid van zijn leden. Dat anarchische systeem dat zich de laatste eeuwen heeft ontwikkeld en dat dus die vanuit het Westen gekomen internationale betrekkingen zijn, dat heeft volgens mij zijn langste tijd gehad. Ten goede of ten kwade, daar zal een andere vorm voor moeten worden gevonden. En daarmee samenhangt natuurlijk dat wij te maken hebben met menselijke bevolkingen die niet alleen verdeeld zijn in naties, maar ook in ideologische en godsdienstige groeperingen met vaak incompatibele opvattingen over hoe we samen kunnen leven en hoe we samen moeten leven. En daar zal een oplossing moeten worden gevonden. Ja, dus dat is een behoorlijke uitdaging. En dat is een gigantisch probleem als uitdaging hebt dat je niet kan negeren. Dat kun je niet negeren. Oude, en dan heb ik het nog niet eens gehad over systeem, en volgens de ideologie die En dan heb ik het nog even niet gehad over het zogenaamde kleine detail van de tegenstelling tussen arm en rijk. En hoe we ons zodanig kunnen ontwikkelen dat er een evenwicht blijft bestaan tussen dat iedereen voldoende heeft om te eten en te drinken en een voldoende mogelijkheden om zijn leven gestalte te geven. En ook dat er toch een minimum aan recht is en voldoende vrijheid voor iedereen. En hoe je dat allemaal bij elkaar kunt doen, nou dat is een uitdaging die we als mensheid niet eerder hebben gehad. Omdat we niet eerder die globalisering hebben gehad. Dus vraag me nu niet hoe we dat 1, 2, 3 kunnen oplossen. Nee, ik wou het je niet vragen. Ja. Maar ik wil wel een andere vraag stellen met een omweggetje. Ja. En dat is Star Trek. Want in 2019 geef je een cursus over Star Trek en internationale betrekkingen. Star Trek is natuurlijk al uit de jaren 60. Ja. En het uitgangspunt was een ideale samenleving waarin de problemen van milieu en oorlogen en honger en dat soort gedoe zijn opgelost en de mensheid de ruimte kan verkennen. Ja. Mag ik eerst even een antwoord geven op de vorige vraag die je me gesteld had over hoe moet dan het Westen en die islamitische wereld met elkaar omgaan? Ik weet niet of daar tijd voor is, dan moeten we het zomaar eventjes nog bekijken. Ik zal zo op Star Trek ook terugkomen. Het grote probleem van de islamitische wereld is hoe kan men zich emanciperen van denkpatronen die heel vruchtbaar zijn geweest in het verleden en die nu weer moeten worden toegepast op een manier die dat samenleven met andere delen van de wereld mogelijk gaat maken. En wat je dus het meest leest in het nieuws, en dat is een soort vervorming van de werkelijkheid, maar het is ook wel een begrijpelijke vervorming, want journalisten kijken natuurlijk naar wat er uitsteekt. Dat is
islamitisch fundamentalisme en met name zijn, gewelddadige uitlopers in jihadisme en terroristische groeperingen. Maar er is ook iets heel anders aan de gang en dat zijn moderne interpretaties van de islam die volgens mij wel degelijk behoorlijk veel aanknopingspunten kunnen geven voor een samenleven tussen de islamitische wereld en het Westen. Dus de grote opdracht in de islam, en ik zeg het als buitenstaander, ik ben zelf uiteraard niet moslim, is hoe je het oude met het nieuwe kunt verenigen in een manier die jezelf niet geweld aandoet. Maar terwijl wij in het Westen hebben een andere opdracht. Want daar zitten we in een soort spagaat tussen islamofobie en vooroordelen. En langs de andere kant een veel te doorgedraafde islamofilie en politiek correct vergoelijken. Er zijn wel degelijk hele grote problemen. En ook een hele grote eigen ideologische crisis binnen het Westen. Want we hebben wel heel veel bereikt. Maar er zijn ook hele grote nieuwe problemen bijgekomen, waar ik het net over een paar van heb genoemd. En het lijkt alsof we onvoldoende aanknopingspunten hebben in onze eigen achtergrond, die niet al op de een of andere manier gedelegitimeerd zijn. En ik wijs er bijvoorbeeld op hoe het rationalisme na de wereldoorlogen en hun verschrikkelijke cortège van gewelddadigheden en genocide door moderne wijsgeren ook de discussie is gesteld. En daarin zullen we, ik denk dat dat de hoofdopdracht is van deze tijd. En dat ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar zo productief mogelijk mee bezig zijn. In de eerste plaats door respect voor elkaar en voor die andere cultuur. In de tweede plaats door er kennis van te nemen. Maar in de derde plaats ook door te luisteren wat we van elkaar kunnen leren en ons daarvoor open te stellen. Nou, om even terug te komen op je vraag over Star Trek. Dat is natuurlijk, ja, ik heb iets geschreven van het lijkt een grap, maar het is serieus. En je hebt dus een serie en die is begonnen ondertussen bijna 50 jaar geleden. Op het eind van de jaren 60 zijn de. En het is een soort wereldsucces geworden. Het is door allerlei metamorfoses heen gegaan. En we hebben nu de nieuwste afleveringen die elke week weer worden uitgezonden. En het is nog steeds dezelfde serie. Dat gaat terug op een fantasie van Gene Roddenberry in de jaren 60 en 70 over de 24ste eeuw. En de wereld, de aarde heeft dan de grote internationale problemen wel en de economische problemen wel onder de knie gekregen. En ook die milieuproblemen waar men op dat moment nog niet zo mee bezig was. Nu gaat men het wereldruim exploreren. En daar blijkt het dus niet zo ideaal te zijn, want er zijn allerlei andere rassen, allerlei andere interplanetaire volkeren, zoals de Klingons en de Vulcans en nog veel meer, Romulans. En die zijn niet allemaal zo vredelievend. En hoe ga je daarmee om? En wat is onze rol daarin als mensen? Dan heb je dus de Interplanetaire Federatie of iets dergelijks. Nou, en wat mij interesseert is hoe in die serie dan allerlei problemen, die eigenlijk de problemen van de internationale betrekking van tegenwoordig zijn, in een metafoor van science fiction worden uitgelegd. En dat geeft dus de mogelijkheid om allerlei zaken te onderzoeken op een fictieve manier waar we misschien toch nog het nodige van kunnen opsteken. Het is een veilig experiment. Het is een veilig experiment. Ik zal even het beroemdste voorbeeld is waarschijnlijk de Prime Directive. De Prime Directive, dat wil zeggen de belangrijkste regel, is je gaat niet interveneren in een planeet waarin er dan een beschaving is met andere wezens of ET's. Want je gaat dan hun natuurlijke evolutie afsnijden door je interventie. Ja, dus Gene Roddenberry zat natuurlijk in de tijd van de Vietnamoorlog en de Amerikaanse interventie daar. En de hele wereld was betrokken in een serie van wederzijdse interventies van de Verenigde Staten en zijn bondgenoten tegen de Sovjet-Unie en later China en hun bondgenoten. En daar was dus het idee van non-interventie. En in de praktijk wordt er de hele tijd geïnterveneerd in
in Star Trek, als ze bijvoorbeeld aankomen op een planeet waar een computer de bewoners daar totaal beheerst, een soort schijn van gelukkigheid bij hun weet te handhaven en een totaal gestagneerde maatschappij heeft veroorzaakt, waarin de, want het zijn dan toevallig ook erg op mensen lijkende mensen die daar wonen, toch een bepaald gevoel van tevredenheid lijkt te overheersen. De Enterprise, dat is dan de raket van Jim Kirk, komt daar aan en gaat toch interveneren. Moet ook wel, want ze worden bedreigd door die computer. En ze doen dus iets wat tegen hun eigen principes ingaat. En ze krijgen dan meteen een hele discussie. Moeten we dat doen of niet doen? Dat is iets wat voer voor internationalisten is, zou ik maar zeggen. Dat geeft dus meteen aan wat zijn de problemen van dat mooie idee van non-interventie. Hetzelfde kun je doen over, dezelfde vraag kun je loslaten over, heb je dan allemaal verschillende groepen van planeten in allerlei uithoeken van het melkwegstelsel? Hoe gaan die met elkaar hun internationale betrekkingen vormgeven? Gaat het op een realistische manier met de een, de ander probeert af te troeven, hegemonisch probeert te worden zoals de Habsburgers in Europa 500 jaar geleden probeerden te doen? Of kan het op een manier van vreedzame samenwerking? En wat doe je dan als je opeens een zeer expansionistische, alles assimilerende beschaving tegenkomt die daar volkomen lak aan heeft? In andere woorden, hoe moeten we ons opstellen tegen dictators? Ja. Hoe moet je je opstellen tegen een wezen zoals een robot die zo ontwikkeld is dat hij bijna een mens is en graag een mens wil worden? Heeft die mensenrechten? En dus er zijn een heleboel dilemma's daar die verrijken en die naar mijn mening interessant zouden zijn om eens een keertje naar te bekijken. Ja. Nou, we gaan er een keer naar kijken. Ja. Mooie cursus over geven. Ik hoop het. Ik wil eigenlijk besluiten met één laatste vraag. En dat is, wat wil je je cursisten meegeven? Want ik zie nu, je kan echt in de lengte, de breedte, de diepte, de hoogte, het hele ruimte gebeuren kan je verkennen. Wat wil jij je cursisten meegeven? Nou, als achterliggend eigen ideaal. Ja, nou, ik ben er niet om echte boodschappen uit te dragen. Dat vind ik niet. Bij de studenten aan de universiteit die ik jarenlang heb college gegeven, was altijd mijn idee van, mijn doel is dat je voor jezelf leert te denken. En dat je niet bang bent om eigen ideeën te ontwikkelen. En dat je ze toetst aan bestaande ideeën en ideeën van anderen. En dus als ik linkse studenten had, dan gaf ik ze rechtse auteurs te lezen. En als ik rechtse studenten had, dan gaf ik ze linkse auteurs te lezen. Om ze te prikkelen om te komen tot eigen gedachten en niet aan de leiband te blijven lopen van welke ideologie dan ook. In het geval van de HOVO hebben we uiteraard te maken met wat volwassener publiek. En ik denk dat daar het belangrijkste is om te leren dat in ieder stadium van je leven kun je wat nieuws beginnen. En kun je ook nieuwe ideeën ontwikkelen. Kun je niet alleen leren. Je kunt ook leren om niet alleen nieuwe kennis die je niet eerder, je was er niet van op de hoogte of zo. En je neemt het tot je. Maar je kunt er ook iets mee doen. In de manier hoe je zelf aankijkt tegen de wereld, tegen het leven en tegen de grote problemen die ook in dit stadium van ons leven ons blijven begeleiden en waarin er onze verantwoordelijkheid is, naar mijn mening, om de komende generaties het beste mee te geven wat we kunnen. Ja, het is een mooie ambitie. Ja, ik wil je heel hartelijk danken voor dit gesprek. Met alle plezier. Als u meer wilt weten over internationale betrekkingen, over Europa, over de geschiedenis van de Staten, over Star Trek, over Peter Demant, kijk dan op hovo.vu.nl en ik hoop dat u terugzien in de collegebanken. Bedankt voor het kijken.